Hoi en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga zo een video filmen dat ik eet als Kim Kardashian vandaag. Dus ik heb de keuken een beetje opgeruimd. Toen ik wakker werd, ging ik naar alle foto's van Met Gala kijken. Ik vind het altijd zo leuk om die outfits te checken en wie er zijn en zo. Maar ik vond het een beetje saaiig dit jaar. Maar ik vond het wel echt super cool dat Emma Chamberlain was uitgenodigd. With that being said, nieuwe week. Ik weet alleen nog niet wat deze week helemaal gaat brengen. Maar ik heb alweer bloemetjes staan. Die heb ik natuurlijk zondag gekocht. En ze zijn een beetje uit aan het komen. Echt super schattig. En ik ga even beginnen met het filmen van deze video. Het avondeten was lekker. Niet super bijzonder. Oh my god, ik wil het elke avond eten. Maar lekker. Ja, dit is dus altijd een beetje de nasleep van zo'n video filmen. Als in, ik heb nog wel ijs en snacks om vanavond te maken. Maar ik doe altijd af als na het avondeten. Het was eigenlijk wel echt een chille dag eten als. Want ik vond het echt heel erg veel lekker. Maar kijk wat ik net ontdekte. De superleuke tulpjes zijn dus uit aan het komen. En ik heb dit sowieso nog nooit eerder gezien. Beetje zo'n beetje een ander, ja hoe zeg je dat, weet ik veel, geribbeld. Maar ik denk dat dat te zwaar was of zo. Want hij is dus gewoon uit zichzelf omgeknakt. Dus die gaat eruit. Helaas. Maar echt schattig boeket, ben hier erg blij mee. Ik kan het wel blijven zeggen, maar ik word gewoon blij van bloemen in huis. Inmiddels ook een toetje gegeten en nu ga ik weer verder leren voor mijn autotheorie examen. En die heb ik over precies 2 weken. Lord! Dus ik wil dit boek gewoon deze week denk ik uit hebben. Ik ben nu bij hoofdstuk 6. En dan kan ik in de laatste week gewoon heel veel examens online oefenen. Hallo, ik heb deze week echt moeite met wakker worden. Maar ik heb een kopje thee gezet. En ik kan niet wachten om zo mijn koffietje te maken. Maar ik ga eerst weer eventjes mijn planning invullen. En ik kreeg de vraag onder mijn vorige weekvlog. Dit is gewoon mijn planner uit mijn eigen webshop. En het linkje daarnaar staat altijd in de beschrijving. Ik denk dat we gewoon best wel überhaupt een chille week hebben, maar ook een chille planning voor vandaag. Hebben we speciale self-care dingen. Ik vind dat ik moet mediteren voor mezelf vandaag. Ik had laatst deze post gemaakt voor op de Instagram van Self Love Studio. En ik kreeg de vraag of ik er iPhone achtergrondjes van wilde maken. Dus, dat heb ik gedaan. Dus die staan altijd gepind gewoon als highlight. En nu, ik ben zo slaperig, ga ik koffie maken. Oké, ik hoop dat dit er lekker uit gaat zien. Dus altijd even kijken tot je de perfecte kleur hebt. Ik ga hem denk ik gewoon vol doen vandaag. Cheers! Ik heb dus, dat ik begon met mijn YouTube kanaal, editte ik mijn video's met iMovie. Dat stond gewoon standaard op. Wat had ik toen? Ik had volgens mij mijn vorige MacBook al dat ik met YouTube begon. Toen later een illegale Final Cut Pro. Tot voor kort. Want laatst ben ik de gratis trial versie van gewoon de legit Final Cut Pro gaan gebruiken. Omdat niet alles in de illegale meer werkte. En het is natuurlijk sowieso niet goed om te doen. Maar het is €300. En je kan het volgens mij ook echt 300 dagen of in ieder geval heel veel, 3 maanden. Ik weet het niet, maar je kan het lang dus die free trial doen. En net ging de kogel door de kerk en heb ik het gekocht. Rip uit mijn lijf. Dus nu ga ik een TikTok filmen. Even werken om het te compenseren. Niet dat ik iets met TikTok verdien. Maar ik was vorige week maandag begonnen met de TikTok filmen. En die wil ik straks editen. Maar ik wilde ook nog een shot van aardig met afwas naar geen afwas meer. Dus dat ga ik even maken. Even mijn telefoonhouder op mijn statiefje zetten. Zodat het allemaal netjes op dezelfde plek staat. En hopelijk wordt dat dan een mooie overgang. Ik vind het wel echt heel leuk om TikToks te maken. De TikTok is af, dus die ga ik zo meteen plaatsen. En nu ga ik mediteren. En daar gebruik ik altijd Headspace voor. En ik zit erover na te denken om premium te nemen. Of hoe dat ook heet. En dan heb je toegang tot alle meditaties. Want nu ben ik gewoon weer de course aan het doen die ik al een keer eerder gedaan heb. Namelijk gewoon basics. En ik heb altijd deze instructeur. Hij heeft echt zo'n chille stem.
En nu ben ik dus weer voor de tweede keer bij sessie nummer 5. En ik ga 10 minuten doen. En dan zie ik jullie on the other side. Ik heb lekker geëdit, ik heb mijn TikTok gepost, ik heb lekker veel gedaan vandaag. En nu is Pet weer thuis, dus we gaan zo avondeten maken. Maar blijkbaar lag er een perspakketje beneden. En vaak heb ik wel een beetje een idee wat erin kan zitten. Maar bij deze heb ik echt geen idee van welk merk of wat het zou kunnen zijn. Maar het is best wel een grote doos. Het is donker aan het worden. Merci. Wat erg, ik probeer zo gezond te eten. Pet komt net al thuis met truffelkruidnoten. Oh, ja, leuk. Er zitten allemaal droogbloemetjes in. Wat veel. Oh ja. Zij kan wel mee. Oh, nee. Kijk. En een persberichtje. Hoe vaak zeg jij dankjewel? Heel vaak. Oh, 21 september is het Nationale Bedankdag in Nederland. Ah. En ze willen beginnen met mij. In aanloop naar de allereerste Nationale Bedankdag in Nederland willen we je graag bedanken voor de leuke content, mooie foto's en fijne inspiratie die je deelt. In dit pakket vind je een mooie bijzondere doos speciaal voor jou en doosjes om een andere topper, kanjer of superheld mee te bedanken. Dit vind ik echt heel erg leuk. Dit ga ik dit weekend meenemen. Naar mijn friends. Maar goed, voor nu dus super gevulde salade voor het avondeten. Pet en ik gaan aan een nieuwe serie beginnen. En ik heb de bloemetjes daarin gezet. Echt een gezellig hoekje. Good morning! Het is inmiddels donderdag. Ik ga vandaag een beetje beauty dagje houden. Ik ga ook mijn video af editen. Daar moet ik nog even een outro voor filmen. En nu ga ik een pakketje inpakken voor self-love. En daarvoor nemen we een daily notepad. Een bedankkaartje en een sticker voor op de verzenddoos. 2 van deze stickers. Dan pakken we uit misschien wel de gezelligste la. 3 verjaardagskaartjes, dus dat zijn deze. En dan 3 van deze gekleurde enveloppen. En dan nog de Nude Selfcare Menu in A4. Ook nog wat vloeipapier en natuurlijk de verzenddoos. En ik ga nog even kijken of ik de kaartjes hier apart in ga doen en dan in de doos. Ik denk het niet, maar ik ga het nu even inpakken. Het pakketje zit ingepakt en nu ga ik het verzendlabel uitprinten en op de doos plakken. En dan kan die deur uit. En voor ontbijt heb ik weer rijsthaafjes 2 met baba anoush, als ik dat goed uitspreek. Deze met pittige hummus, kip en ei, kip en deze met ei. En ik heb lekker een zoethoutteetje. Het is echt een beetje donker, maar nu gaan we even multitasken. Ik ga mijn video afediten en mijn nagels lakken met dit lakje. En dan een base en een topcoat. Vervolgens verhitte ik wat olie in een pan op. Ik wil dat zeggen het vuur, maar op de kookplaat. En daar deed ik dus het vega gehakt in. En zoals je ziet was het echt wel eventjes een struggle. Nagels zijn inmiddels gelakt. En nu ben ik wimperlijm op mijn wenkbrauwen aan het smeren. Want dan kan ik ze liften. En ik ga kijken of ik het red. Want zoveel spul heb ik er niet meer voor. Of ik ook mijn wimpers kan liften. Maar het hangt allemaal weer een beetje naar beneden. En ik vind dat gelifte effect gewoon heel mooi. Het is altijd wel iets heftiger als ik dit doe. En als ik het net gedaan heb. Maar dan heb ik weer echt een paar weken, meestal een paar maanden, gewoon gelifte haartjes. Dus let's go. Ik heb mijn wenkbrauwen en mijn wimpers gelift. Wel echt een hele subtiele wimperlift deze keer. Niet zo'n groot vormpje gebruikt. Maar ik ben er blij mee. En nu ga ik Pet helpen met het avondeten maken. We hebben aan de hand van een HelloFresh receptje nuggets gemaakt. Nou, gezellig jongens. Ik ben nog steeds moe. Ik heb wel echt lang en nou ja, niet extreem lang, maar wel heel diep geslapen. Dus dat is fijn. Ik heb gewoon een beetje hoofdpijn al de hele week. En het zou er wel mee te maken kunnen hebben met dat ik 3 maanden gestopt ben met de pil. En dit is de week voordat ik ongesteld moet worden. Anders zou ik het even niet zo goed weten. Maar ik ga even een raampje openzetten. En mijn massagekussen weer een keer gebruiken. En dan spring ik straks onder de douche. Ik heb nu ook kokosolie in mijn haar eventjes als masker. Dus dat spoel ik er dan uit. Ga ik mijn haar weer wassen, die hele routine. En even scrubben. En dan ga ik daarna zelfbruiner aanbrengen. Dus ja, aan de selfcare kan het denk ik niet liggen. Oké, ik heb ook nog eventjes gemediteerd en mijn thumbnail gemaakt. Hallo, weer spiegeling. Nu ga ik douchen en me scrubben en zelfbruiner en alles. Maar ik ben echt super blij met deze thumbnail. Dit dat. En nu ga ik wandelen. Who am I?
Ik ben weer thuis. Het was echt warm. En ik leef op deze rijstwafels en pittige hummus en ei. En Taylor Swift heeft haar versie van Hello, Wild Dreams uitgebracht. Ik heb de wier ook even op een bordje gezet, zodat ik het straks niet helemaal op hoef te ruimen als het afgebrokkeld is. Lekker makkelijk. Maar ik vind de timelapse hiervan er altijd zo satisfying uitzien, dus ik dacht, misschien jullie ook. Enjoy! Welkom bij mijn beautykanaal. Bert en ik hebben gisteren Sex Education gekeken. En het was echt wel meteen weer een heftige opening, maar ik vind het zo'n leuke serie. En ik zag laatst dus een TikTok hack. Of nou ja, eigenlijk werd er op TikTok verteld van, was jij je gezicht al 60 seconden? Nou, ik denk dat ik eigenlijk een timer moet zetten, maar ik film met mijn telefoon. Maar dat het dus echt goed schijnt te zijn als je je face wash, ik gebruik deze, als je die 60 seconden inmasseert en zo, dat het beter reinigt. Net als dat je je tanden natuurlijk 2 minuten hoort te poetsen, dat daar een soort standaard voor is. En ik deed het dus altijd veel te snel. Het voelt echt weer heftig om mijn kin. En hier ook wel, maar dat zie je bijna niet. Maar hier gewoon echt van die onderhoudse dingen. Maar ik moet over ongeveer een week ongesteld worden. Dat zei ik al. Oh nee, ja, wacht. Dat ik dacht dat ik daarom misschien hoofdpijn had. Ik weet het allemaal niet. Ik heb het idee dat mijn lichaam gewoon een beetje ontregeld is en aan het wennen. En dat is ook niet gek als ik, even denken, nu 24 ben en de helft van mijn leven bijna aan mijn pil zat. In mijn volgende vlog zal ik trouwens even jullie meenemen in mijn haarroutine. Je ziet mijn shampoo en conditioner op de achtergrond. Maar aangezien ik er vragen over krijg, het is nu echt alweer best wel uitgezakt. Maar dat gaan we straks gewoon weer even wat leven inblazen. Het is weer tijd ook voor een peeling. En dit moet ik wel echt 10 minuten laten intrekken. En daarna ga ik dit maskertje aanbrengen. En dan ga ik multitasken. Want ik heb een sportpijl aan. Ik ga lekker yoga doen met een gezichtsmaskertje op. En toen ging ik naar mijn vrienden toe, hebben we tequila gedronken, wijn gedronken, verschil moet er zijn, balans moet er wezen. Ik heb het in ieder geval heel gezellig gehad. Gisteren was ik brak en vandaag heb ik dus deze vlog geëdit en ik vind het echt heel erg leuk geworden. En ik ben blij dat ik het editen weer een soort van herontdekt heb voor mezelf. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Je kan je abonneren op mijn kanaal als je geen vlog meer wilt missen of andere video's. Ik plaats dus regelmatig op TikTok, op Instagram, op de Instagram van Self Love Studio. Het gaat echt lekker. Natuurlijk wil ik je ook nog eventjes bedanken voor het kijken en hopelijk zie ik snel terug bij de volgende video. Doei doei!